Als je dan zo wakker wordt, dan ben je heel erg blij dat straks de schoonmaakster komt. Want ja, het loopt hier een beetje uit de hand. Ze hebben altijd blij mee. Is het vis? Want, ja. Hè? Nee, was vis. Oh. Nee, maar het is gewoon echt niet meer te doen voor ons met onze schema's. Maar goed, anyway, goedemorgen. Goedemorgen, Mali. Zij heeft een Puma-pakje aan die ooit van Memphis was. Maar Memphis heeft hem volgens mij eigenlijk nooit aangehad, omdat ik hem überhaupt te klein had gekocht. Was ooit toen ik alleen reis naar New York maakte, dacht ik neem wat leuks meer voor de kids, maar het was al te klein. Dus nu mag zij hem aan. En, oh nee, ik heb al goedemorgen gezegd. Het is ook geen morgen. Ik ben een beetje confused. Ik ben op kantoor samen met... Ze zeggen dat je mijn man bent, hè? Dat zeg jij op papier, ook? Op papier schijnt het ook zo te zijn. Dus, nou, even met mijn nieuwe kapsel. Ik heb vandaag geen make-up op, omdat de schoonmaakster bezig was in de badkamer waar ik mijn make-up had. Dus ik heb mijn oorbellen ingedaan. Als versiering van mijn gezicht die je niet ziet door mijn haar overigens. Dit zijn trouwens die oorbellen die ik bij Angela heb gekocht. Oh, dat is leuk. Leuk, hè? Leuk, ja. Ja. Vroeger had je echt van die hele grote oorbellen. Dat zeg je iedere keer als ik het woord oorbellen zeg. Ja, nou, vroeger had je van die hele grote, want nu zeg je het weer, dus doe ik het ook. Oké, okay, even een update. De clinic, waar ik dus van de week, dinsdag volgens mij, vertelde ik dat ik gewoon gedoe had met gemeente en zo, weet je wel, gewoon dat politieke spel. Het gaat toch door. We hebben het gewoon, ja, het spelletje meegespeeld en het is ons toch gelukt om een veld te krijgen. Dus, so far so good. Geeft mij een goed gevoel. Eigenlijk gaat alles goed vandaag. En donderdagen, ja, ik werk altijd van maandag tot woensdag met de pleuren, zodat ik de donderdagen vaak rustiger heb, omdat vanaf vrijdag gaat het weer omhoog. Dus vaak ben ik weekenden ook extreem druk. Dus dan neem ik donderdag altijd wel eens een beetje mijn sanity day. Maar goed, weet je wat je dan krijgt? Dan krijg je zo'n lege agenda en dan denk je dingen die je gisteren niet af hebt gekregen. Oh ja, doe maar morgen. Dat ene dingetje doe ik wel. Oh ja, dat ene dingetje doe ik ook. En dat ene... Nou, zo gaat het dus op donderdag. En ik heb een hele lading aan Amerikaanse voetbalspullen gekregen die allemaal naar meiden gestuurd moeten worden. Godsamme. Lens weer vies. Dus dat ga ik ook doen. Maar dat is op zijn minst leuk werk. Ik heb daar niet te veel, tenminste niet al te veel meer hersenen voor nodig. Dus ja, zullen we daar maar aan de slag gaan? Zeker, ik was wel aan de slag. Van. En ik doe altijd als we op kantoor zijn, doe ik zo'n playlist aan. De Weekly Discovery, dat houdt in. Dat Spotify maakt dan gewoon een lijst voor je waarvan ze denken dat je het wel leuk vindt. En dan zet ik dat op en dan ontdek ik altijd nieuwe muziek iedere week. Oh, zit iets omhoog. Memphis is weer thuis en raad eens wat hij pakt. Die. Die? Kapot. Nee, dat heet Deo. Deo. Ja, Deo. Zo, zullen we het gewoon even uitdoen, Memphis? Ja, het is net schoongemaakt. Ja. Kijk hoe lekker zen het weer is hier in huis. Maar goed. Wat gaan we koken, schat? Ja, wat gaan we eten? Nee, allereerst wil ik even excuses aanbieden, want ik heb helemaal niet gefilmd op kantoor. Schandelijk. Schandelijk, ja, maar ik heb zoveel gedaan, maar het was zo extreem druk. En we moesten op het laatste moment helemaal rennen. Maar ik heb dus allemaal pakketjes gemaakt. Morgen ga ik het ook doen, dus dan laat ik het morgen wel zien. Allemaal pakketjes, dan werk ik voetbalpakketjes. En ik wil eigenlijk achter de schermen laten zien hoe ik dat deed. Maar goed, dat redde ik niet qua tijd. En ik was echt vergeten. Dus morgen. Morgen beloof ik het. Memf heb ik net opgehaald. Samen met de rest eigenlijk. Ik zeg heel veel eigenlijk. De rest van je familie. En nu moeten we uitzoeken wat we gaan eten. Zullen we dat eens doen? Gebaseerd op de spullen die we in huis hebben. Mama. Dat is niet veel. Nee, dat wordt ook heel moeilijk. Wat een uitdaging. Maar het kan natuurlijk wel. Dat we iets maken. We hebben pasta in huis. Ik heb vast nog wel ergens kip in de diepvries. Ik focus niet helemaal. Hallo? Ja? Als ik mijn vader moet je me wel kunnen zien. Hey Rick, als je hallo roept, hallo? Dan focust hij. Ja, dan doe je aan de telefoon. Kun je me horen, ja. Anyway, dus ik ga kijken wat er is. Zou ik dat doen anders? Vind je dat een goed idee? Ja, dan pasta, ga ik alvast bestellen. Ga ik alvast kijken wat we kunnen bestellen. Want jouw kennende is er niet heel veel, zeg maar. We hadden allerlei dingen gekocht. Je had helemaal niks gekocht. Nee, schat. We hebben twee grote kranten vol staan met spullen. Lockdown dingen, kom. Oké, kom. Kom, zegt hij.
Dit is een garage, kom jij ook wel eens? Ja, lekker gefocust. Daar is vanochtend vader ontstaan door wat jij ja, gedaan hebt. Ja, niet met blote voeten, want het duurt even. Oké. Okay. 1, 2, 3, ja, oké. Okay. Ik heb was het kunstwerk? Dit laten vallen. Dat was echt een collectors item? Nee, dat is het niet. Het hing niet daar, meer. Dat random ding die daar hing, waar iedereen zijn hoofd tegen stootte. Heb jij gewoon daar niet gedaan? Had ik gewoon hier even neergelegd, daar op de kast. En het is gewoon gevallen, dus het was gewoon, maar hoe lang denk je dat het daar gaat liggen dan? Want wie gaat dat opruimen? Het was gewoon, zijn tijd was nabij. Net zo, kijk, dit heb ik allemaal gekocht, zie je. Ik heb vrij veel pasta en pasta saus. Kijk, dus als we daar maar iets van kip of gehakt bij doen, dan kunnen we eten. Hebben we dan kip of gehakt? We hebben kip in de diepvries liggen, daar wel. Ja, in de diepvries, maar toch niet ontdooid. We kunnen toch ontdooien? Ja, weet je hoe lang dat duurt, man? Het is 6 uur. Dus? Ik heb honger, nu. Ik heb de hele dag niks gegeten. Ik heb vanochtend hamburgers met ei gemaakt. Zo. Zonder het broodje, alleen dus het vlees. En that's it. Dat is alles wat ik gegeten heb. Chocolaatjes, hè? Dat moet je wel erbij zeggen. Nee, ik heb maar 3 chocolaatjes gegeten, van die mini chocolaatjes. Uit... Ik zei toch, niet erin stappen. Wat wil je? Dat mag niet, hè, Mef. Doe maar niet. Je at? Sokken uit? At. Oh. Oh, oh. Even goed vasthouden. Zo. En je bok? Je uit? Die uit, ja. Zo. Alsjeblieft. Lieve, papa is even de container pakken. Die komt er zo aan. Even kijken. Waar die is. Papa, is hij daar? Ja. Doei doei! Doei doei! Nee, hij komt eraan. Kijk! Hi papa! Hi! Hey Muf! Hi! Ja! Daar ben ik weer! Hey! Hey. Hij was serieus 3 minuten weg, Muf! Ja, maar ja, je mist iemand als ik. Als hij heel even weg is uit je leven, mis je dat direct. Ik snap dat, hè Muf? Ja, precies! Ja! Ja. Nou, ga je even verder eten? We hebben weer een doos hier staan. Nou bestellen wij natuurlijk veel, maar gisteren hebben we een kruisvatbestelling gekregen. Even de doos weer dicht doen. Zo. En we kwamen erachter dat je dit dus moet open... Dan heb je van die stippenlijntjes. Dan moet je dus openmaken. Dat ga ik dus nu doen. Dan heb je een soort kruisvatwinkel. Dus dat ga ik even uitproberen. Trouwens, mijn doos zeer gewaardeerd. Kijk, Mev, ik heb een winkeltje voor je gemaakt. Kijk, open nu. Heb je mijn winkeltje gezien? Hier, winkel. Nou. Ja, het was de enige optie waar we over eens konden worden. Dus pizza van New York Pizza. Mev, ik heb ook iets voor jou besteld, hè? Jij komt eten. Hij heeft net tosti's gehad, dus ik denk natuurlijk, het zit vol. Maar goed, schat, luister eens. Dit wordt nooit iets met ons, hè? Met eten? Ja. Nee, we moeten een kok. Ja, en we hebben eigenlijk een private kok nodig. Misschien kijkt er iemand die altijd al kok heeft willen zijn. Ja, en gewoon lekker kan koken, maar wel gezond. Ja, die krijgt bij ons een kans om kok te zijn. Moet je wel bij mij thuis komen om te koken, want ik ga het niet ook weer ophalen. Nee. En dat hoeft niet per se vegan of iets, maar gewoon gezond. Gewoon normaal, eigenlijk. Dus als je kijkt en... Je biedt je beschikbaar, wij zoeken je. Of je bent, staat open voor een carrière change, dat je kok wil worden. Ja, dat kan ook. Je leuk vindt om te koken. Ja, dat zo, kan ook, dat kan ook, ja. Anyway, een van de dingen dus die wij vandaag op kantoor hebben gedaan is de camera ophangen. Maar focust die natuurlijk niet. Dus vanaf nu kan ik iedereen in de gaten houden die daar komt. En kijken wat ze doen. Maar als er dan meetings daar zijn, dat betekent toch dat je de hele tijd... meldingen krijgt, dat die motion detector. Ja, want je krijgt dus een melding als die beweging signaleert. Dan zet je er toch even uit dan. Je kan het uitzetten. Kan je ook praten er doorheen? Ja. Kan je zeggen, hé, opdonderen of zoiets? Ja, als je dat zou willen. Kun je zeggen, hé, opdonderen. En ze kunnen ook terugpraten.
Oh, gezellig. Ik zei dat ik 10 uur zou gaan slapen. Het is nu bijna 11 uur. Maar dat komt door fucking TikTok. Heb ik gewoon zo'n TikTokje ontdekt. Waarbij ze streetstyle van China laten zien. Kijk dan. Niet oké dat je daar niet mag travelen. Ik wil nu naar China, schat. Ja, kan ik al mijn fashion, mijn designer items eindelijk dragen. Ja. En dan worden ze dus ook nog gewaardeerd. Komt misschien nog op TikTok. Kijk dan, heb je verschillende filmpjes van. Dat is zo gaaf. En kijk hoe ik met mijn mondkapje liep vorige week in Berlijn. Alsof ik stikte. Zij maken er gewoon een hele fashion statement van. Wanneer gaan we weer naar China? Ja, daar is corona begonnen. Kutzooi. Je hebt een goed gesprek met jezelf, schat. Oh, kijk nou hoe leuk. En ik zit hier lekker op de bank met mijn glimmende hoofd. Ja, nee, China gaat hem voorlopig niet worden. Wel bedtijd, dus ik ga wel naar bed. Bed gaat hem wel worden. Alleen heb ik het toch voor elkaar gekregen dat ik glas onder mijn voet heb. Maar zo klein en zo niet precies, dat ik hem niet eruit kan halen. Dus ik kan nu niet op mijn linkervoet staan. En Remco heeft geen compassion voor mij. Dus, Je hebt gewoon het collector's item heb je gewoon kapot gegooid. Collector's item, volgens mij heb ik er nog één en is die van de Action of zoiets. Dat ding wat ik kapot heb gegooid. Maar goed, ik voel hem gewoon in mijn hiel. In mijn linker hiel. Of is het links of rechts? Ja, ligt eraan hoe je ernaar kijkt. Maar zullen we naar bed gaan? We zijn een uur geleden dat we naar bed zouden gaan en nog zitten we hier. Ja, wat doe jij? Jij zit daar. Ja, jij ook. Ik zit hier. Ja.